U vindt belasting een vorm van diefstal? Ja. Met belasting zorgen wij voor faciliteiten voor alle burgers. Vindt u dat een legitiem doel van belastingen? Nee. Dus u woont nu in een sociale huurwoning? Ja. Mogelijk gemaakt? Mogelijk gemaakt? Doordat anderen... Ja. Sorry, dat vind ik heel erg cru. Wel gebruik van. Sorry, de overheid neemt mij alles af wat ik heb. Neemt mij mijn huis af. Ik word gedwongen om een sociale flat te wonen. En dan wilt u mij vertellen dat ik dankbaar moet zijn dat ze zo aardig zijn geweest om een sociale flat te zorgen. Ik heb niet gezegd dat u dankbaar moet zijn. Ik krijg een beetje een DDR-gevoel, moet ik zeggen, als u dat zegt. Gaan uw kinderen naar school? En zo van... Dat is dezelfde redenatie die ook werd gebruikt door de bestuurders van de DDR. Zo van, u heeft een opleiding genoten op kosten van de Oost-Duitse staat en nu wilt u vluchten, u bent asociaal. Dat is de redenering die ik hierbij hoor. Ik vind het schokkend dat u dit durft te zeggen. Ik vroeg of u daar gebruik van maakte. Ik neem aan dat uw kinderen naar school gaan. Dat wordt betaald via belastinggeld. Vindt u dat een legitiem doel voor belastinggeld? Nou, ik wil daar best antwoord op geven, maar ik zie niet in wat dat bijdraagt aan de waardevinding van deze commissie. Maar ik wil u best zeggen hoe ik daarover denk. Nou, gisteren hadden wij hier een belastingadviseur en een hoogleraar die alles weet van de inkomstenbelasting, wat u ook pretendeert, die klanten helpt en informeert en begeleidt, maar die zegt, ja, natuurlijk moet je wel belasting betalen. Het zegt toch iets? Ik zal u vertellen hoe ik hierover denk. Mijn visie is dat ieder mens recht heeft op zijn eigen lijf en goed. En dat ieder mens mag doen en laten wat hij wil, zolang hij geen inbreuk maakt op anders lijf en goed. Dat is een fundamenteel mensenrecht, dat is het zelfbeschikkingsrecht. De overheid maakt daar inbreuk op door op verschillende manieren, waaronder de militaire dienstplicht, die nog steeds niet is afgeschaft, en ook door middel van belastingheffing. Nou, ik heb mijn brood verdiend met het adviseren van militaire dienstplichtigen bij het ontwijken van militaire dienstplicht, omdat ik dat zag als een groot onrecht of een dwangarbeid die werd opgelegd aan onschuldigen. Okay. En toen die werd opgeschort, heb ik mijn aandacht verlegd naar belastingontwijking, omdat ik uit diezelfde principes ook vind dat belastingheffing een inbreuk is op het eigendomsrecht. Het recht om te beschikken over de vruchten van je arbeid. De overheid heeft dat geld vervolgens... De eerste paar duizend jaar gebruikt ter verrijking van de adel en de koning. Daarna is men het geld gaan weggeven voor een deel aan het volk. Heeft men cadeautjes aan het volk uitgedeeld om daarmee de belasting te legitimeren, maar die is daarmee niet gelegitimeerd. Je spreekt van roof als je eigendom wordt afgenomen onder bedreiging van geweld, zonder dat je schade toegebracht die weigert te vergoeden en zonder dat je verplichtingen weigert na te komen die vrijwillig bent aangegaan. En dat is precies wat de overheid doet. Als je belasting moet betalen volgens de regels die de staat oplegt, en je doet dat niet, en dan komen de mensen langs om je huis leeg te halen. En als je er tegen verzet, dan word je als crimineel behandeld. Als je geen aangifte doet, dan word je maximaal 4 jaar in een hok opgesloten voor het niet doen van aangifte. Dat is hoe de staat aan haar geld komt, door mensen te bedreigen met opsluiting in een hok. En daar heb ik geen moeite mee als je dat doet met moordenaars, dieven, verkrachters, rovers, oplichters. Maar als je dat doet met onschuldige mensen die gevlieg hebben kwaad gedaan, en zoals bijvoorbeeld dienstplichtigen, zoals belastingbetalers, dan is dat een heel groot onrecht. En dat grote onrecht, daar strijd ik tegen. En daarom heb ik niet alleen een heel groot deel van mijn leven besteed aan het spreiden van deze ideeën in de vorm van mijn politiek leiderschap van de Libertarische Partij, maar heb ik ook besloten om mijn carrière te wijden aan het in bescherming nemen van individuen tegen het onrecht dat de staat hen probeert aan te doen. En het feit dat een deel van dat geld niet wordt gebruikt door de politieke elite om haar eigen zakken te vullen, want een deel wordt gebruikt om cadeautjes uit te delen waar we niet om gevraagd hebben, dat is geen legitimatie van roof.